blij bent dat je die gewonnen hebt, want het is vast ja, hartstikke tuurlijk, leuk. Ja, natuurlijk. Ik was heel erg verrast daarover. Ja. Ik vind het ook een eer, want nou ja, wij kennen elkaar ook al lang. We kennen elkaar een jaar of 15 al. Nou, zelfs langer. Ik weet niet of je dat weet, maar ik ben als... Het is misschien wel even leuk om tussen even te vertellen, als bruggetje naar die aanbod. Ja. Maar ik woon al mijn hele leven in Baren. En Rob, jij hebt ook in Baren gehad. Ja. In de jaren... Ja, in de Korenbloemstraat. Ja. Ja, ja. En ik ben op een gegeven moment... want ik was bevriend met de familie Prinsen. Dat zijn allemaal kunstenaars uit Soest. En oprichters van de Artichok Jazz Club. En daar was ik dus bevriend mee. En de vader van die familie was Otto Prinsen. Dat was in de jaren 60 was dat een heel bekende kunstenaar. Die zich daarna weer heeft teruggetrokken binnen de muren van zijn atelier. En die man die zei tegen mij, jij moet eens Rob van den Broek opzoeken. Daar moet je mee praten, want die kan jou verder helpen. Want ik zei, ik ga waarschijnlijk naar het Hilversums Conservatorium. Nou, dan werd Otto Prinsen werd dan helemaal link. Daar mag je niet naartoe. Dat is mainstream en dat gaat ten koste van al je artisticiteit. Je moet naar Rob van den Broek. En die woonde in Baren. Dus toen heb ik bij Rob aangeklopt. En tussen het speelgoed heb ik een keer bij je voor je voorgesteld, als ik jou 16 of zo. Toen hebben we over Chick Corea gepraat. En, en jij gaf toen volgens mij les in Arnhem. Ja, klopt. En dat was onze eerste ontmoeting. En daarna ben je naar Soest verhuisd en toen zijn we ook wat samen gaan doen en zo. En ik hoorde dan via de familie Prinsen dat Rob had gezegd, ja, die storm, dat zie ik wel zitten. Ja, toen durfde ik jou op te bellen. We hebben toen ook nog in, wat was het, Vredenburg? Nee, dat was in Schuur hebben we... Schuurhuis. Ja, ja, maar dat was een onderdeel. Hebben we zomaar een optreden. En dat was bij gedichten en ik piano. Ja. Ook alweer zo'n combinatie van twee totaal verschillende kunstvormen, toch? Ja, maar dat was heel mooi. Dat was festival van de Langste Nacht. Met VPRO ook in de organisatie. Mista Peo en VPRO organiseerd. En toen had ik Rob gebeld van, zullen we daar optreden? Ja, is goed. Wil je dan ook repeteren? Ja, is goed. En toen was zouden we op vrijdagmiddag gaan repeteren. Nou, gaan we eerst even naar de kroeg. Even bespreken wat we gaan doen. Ja. Nou, dat was dus eigenlijk de volledige repetitie. Ja. En ik had heel veel spullen bij me. En vlak voor het optreden besloot ik om die spullen maar achterwege te laten. Want al dat gesjouw en zo. En toen ben ik gewoon het podium opgegaan. En ik wist ook niet waar Rob was en zo. En toen kwam Rob eraan. En dat was ook het signaal dat we moesten beginnen. En toen hebben we... Eigenlijk zonder verder één afspraak hebben we helemaal samen een schilderijtje gemaakt. Dat is ook weer een kunstterm waarbij ik inderdaad het woord deed. En jij piano, maar je had ook nog samplers bij je volgens mij. Ja, ik had ook nog allerlei dingen. Allerlei waanzinnige geluiden. Ja, die had ik er ook bij. Ik heb die opname nog. Ja. Ik vond het ook leuk om die niet langer dan hooguit 1 seconde aan te zetten. Maar dan keihard. Keihard. Bam. En weg. Ja. Dan gingen we weer heel zacht verder. Ja. Okay. En ik had nog wel een analoge synthesizer op schoot. En ik had een midwinterhoorn bij me, want dat was het festival van de Langste Nacht. Ja. Dus ik heb een midwinterhoorn, maar die gebruik ik alleen op die nacht. Dat is heiligschennis als je dat in juni gaat lopen betoeten. Maar die opnames heb ik nog op als je daarin geïnteresseerd bent of aan. Dat is leuk. Ja. Dat vind ik wel even. Ja, dat moeten we een keer wat mee doen. Ja, dat is leuk. Ja. Even terug naar de Amara-woord, als je het goed vindt. Ja. Oh ja, dit was een bruggetje. Precies, ja. Maar het bruggetje zit volgens mij in de naam van Vader Prinsen, toch? Ja, precies. En dat wat we toen gedaan hebben, dat gedicht, dat is 11 jaar geleden of zo. Ja. 98. Mm-hmm. Dat gedicht doe ik nu nog. En liefst met Rob. Mm-hmm. Dus dat is zonder voorbereiding, is een repeterend gedicht wat ik dan voordraag. En dat hebben we dus nu ook bij de Amerewoord hebben dat uitgevoerd. Ja. Maar jij bedoelt, de Amerewoord is een kunstwerk van Otto Prinsen. Ja. Die is in 2006 overleden. En dat is een vriend van Rob van vroeger. Ja. Ja. Jullie kenden elkaar. Ja, ik kende hem. Ook bij de oprichting van Artichok, dat is heel lang geleden. Toen, van die tijd kende ik hem.
Ja. Is de Amer Award echt een, laten we zeggen, prijs die gebonden is aan de regio? Aan de regio, de, hoe moet ik het zeggen? De Eemland. De Eemland. Ja, het Amer is het oude woord voor Eem. Voor de Eem. Ja. Vandaar ook Amersfoort. De voorde door de Amer. Ja. Dat is een doorwaadbare plek. Amerongen. En zelfs Hamersveld verwijst naar de Amer. Oh ja, dat is het. Ja. Eigenlijk is het qua opzet wel zo bedoeld. Als een onderscheiding voor mensen die zich voortdurend onderscheiden. Maar zelden onderscheiden worden. En met name op het gebied van muziek. En dan liefst geïmproviseerde muziek. En dan liefst ook nog met een of andere band met het Eemlandse. Ja. Maar als de persoon uit Hilversum komt, zoals Rob, dan verleggen we die grens gewoon naar Midden-Nederland. Ik bedoel, het is niet zo strikt. Nee, maar de prijs is ontstaan aan de oevers van de Eem. Vandaar de Amere woord. Ja. Ja, dat is een. De prijs is eigenlijk begonnen als een soort knipoog. Naar de prijsgeefcultuur in Nederland, waarbij mensen een prijs krijgen eigenlijk vanuit de industrie. Nou ja, om nou te zeggen dat het een onder de tafel handjeklap gebeuren is, gaat misschien te veel, maar dat mensen vanuit de plaatindustrie een prijs krijgen en dan al eigenlijk met een afspraak van volgende keer is het iemand uit jouw stal aan de buurt. En dan win je één prijs, win je meteen vijf. En ik vind dat soms daarbij voorbij moet gaan aan mensen die fantastische dingen doen, maar verder helemaal niet interessant zijn voor de industrie. En juist die mensen die heel inspirerend zijn voor volgende generaties, of dingen proberen en durven te doen die buiten de grenzen gaan van het gebruikelijke of soms toelaatbare. En vandaar dus dat Rob de aangewezen persoon was om deze keer de vijfde Amere Award alweer in ontvangst te nemen. Ja. En wij zoeken altijd, het is geen prijs waar een geldbedrag mee gemoeid is. Het is een kunstwerk, meestal speciaal gemaakt door een kunstenaar voor de gelegenheid. En dan ook uitgereikt door een andere aansprekende figuur uit de Nederlandse cultuur. Liefst ook nog uit de buurt van Midden-Nederland. En dat gaat allemaal met gesloten beurs doorgaans. In dit geval hebben we een kunstenaar gevonden die helaas is overleden. Maar de vrouw van Otto, Thea, die hoorde ervan en die zei meteen: ik weet wat, ik heb een kunstwerk, dat vindt Rob heel mooi, van Otto. En dat stel ik beschikbaar. Ja, dat is waar. Ja. Want jij had het ergens gezien. Ik had het gezien. Ja. Ja. Met Sammy. Bij Sammy Prinsen. Ja. Ja. Toen had je gezegd, dat is mooi. Dus dat kwam mij ter oren. Toen hebben we dat. En ja. Thea, die heeft Stichting Otto Prins, die stelde dat beschikbaar. Ja. En toen vonden we Code Kloet als spraakmakende figuur om dat uit te rekenen. Ja. En zo is de Amer Award 2010 in elkaar gezet. Ja. En elk jaar is er een ander kunstwerk. Ja. Ja. Ja.